VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en welkom bij een nieuwe uitzending van VVV TV. Afgelopen vrijdag boekte VVV alweer de vierde overwinning van het seizoen op Jong FC Utrecht. En zoals altijd beginnen we met een korte terugblik met trainer Rick Kruis. 5 wedstrijden, 12 punten. Had je daar vooraf van durven dromen? Wel van durven dromen, maar niet gedacht dat we dat zouden halen. Weer in de blessuretijd de 3 punten gepakt. Hoe kijk je terug op afgelopen vrijdag? Met een goed gevoel natuurlijk, omdat we 3 punten hebben gepakt. Aan de andere kant vond ik ons stroef spelen. Hadden we weinig creativiteit in het elftal. En hebben we het spel aan de bal gewoon niet goed genoeg uitgevoerd. Waar lag het aan, denk je, dat het wat stroever ging aan de bal? Ik denk aan het tempo wat we hanteerden. Ik denk aan de bezetting tussen linies. Ik denk dat we vrij voorspelbaar speelden. Met snel naar de zijkant en dan snel diep. Daar hadden we eigenlijk een aantal tussenstations voor moeten vinden. Dat lukte niet, maar het is al niet te min heel blij met het karakter van het elftal om toch nog onder aanvoering van de wissels de winnende te maken. Ja, was dat voor jou een belangrijk moment in de wedstrijd dat je ging wisselen? Ja, want je zag dat het niet liep en toen hebben we hard gewisseld, 3 spelers. Alleen, aan de andere kant, dat is gewoon de kracht van het elftal nu. Want de jongens die kunnen wat extra's geven. Daarna nog 2 erbij met Johansson en Yassa. En toen zag je dat we echt aan het drukken gingen. Nou ja, dan dwing je corners af en dan kun je ook... Dan kun je ook scoren. Ze blijven ervoor gaan en je ziet dat het een hecht team is. En dat maakt dat je uiteindelijk tot dit soort dingen kunt komen. Hoe ga je dan deze nieuwe week in? Want het resultaat is goed. De manier waarop misschien niet helemaal. Hoe ga je dan nu deze nieuwe week in? Wel met een goed gevoel natuurlijk. Omdat je 12 punten uit 5 hebt. Aan de andere kant is er ook veel ruimte voor verbetering. Dus dat is alleen maar mooi. En dan kunnen we deze week weer gericht werken. Omdat we een hele andere type wedstrijd krijgen aankomende... Vrijdag, wat een zware kluif wordt natuurlijk, maar we zijn zeker niet kansloos. Waar liggen de kansen dan tegen Heracles? Nou ja, Heracles geeft ook ruimtes weg. Heracles wil dominant spelen, wil veel de bal hebben. Nou ja, wij moeten zorgen dat we daarin goed staan. Goed in omschakeling met onze gevaarlijke spitsen eruit kunnen komen. En aan de bal zelf een bepaald niveau kunnen brengen, zodat we ook door de hoge druk van Heracles heen kunnen. Mocht het VVV lukken om ook in Almelo te winnen, dan dromen de supporters wellicht al stiekem van een periodetitel. Maar Kruis wil daar in ieder geval niets van weten. Nee, daar zijn we totaal niet mee bezig. We zijn gewoon wedstrijd voor wedstrijd bezig. Ik heb ook tegen die jongens gezegd, dat klinkt heel cliché, maar is zo. Elke wedstrijd beschouwen als een finale. Want uiteindelijk kun je van iedereen winnen. Aan de andere kant kun je ook van iedereen verliezen. Dus je moet niet een bepaalde arrogantie over je gaan hebben nu je 12 punten hebt uit 5 wedstrijden. Dat hoort ook niet bij ons. Dat past ook niet bij de kracht van dit elftal. Ja, en daar vandaan zullen we gewoon weer gaan voor die punten. Daarbij krijgt VVV hulp van een nieuwe spits. Christoffer Christensen tekende deze week namelijk een contract voor de rest van het seizoen. Nou, hij is een creatieve speler die voorin goed uit de voeten kan, die ook als 10 kan spelen. En het geeft ons net wat extra wapens weer in onze selectie. Ben je nu dan tevreden met de groep die er staat? Ja, zeker. Ik ben blij met de laatste 2 versterkingen. We hebben ook bewust heel lang gewacht, omdat het uiteindelijke aanbod in onze ogen niet in het plaatje paste zoals we wilden. Het moest echt een kwaliteitsspeler zijn. Het moest echt iets toevoegen aan het elftal. Nou, wij hebben het idee dat deze spelers dat doen. Tijd om de laatste nieuwkomer direct aan het woord te laten. We spraken Christensen voor een eerste kennismaking. Christoffer, welkom in Venlo. Dankjewel. Waarom wilde je graag naar VVV komen? Ja, voor mij is het een Eredivisie club. Dus ik ken de club, het is een goede club. En gewoon goede speelstijl. En ik heb een goed gesprek gehad met de trainer. Dus... ja, ik wil er graag hier komen. Wat werd er in die gesprekken besproken? Wat ziet de club bij jou? Gewoon... ik ben natuurlijk 2 jaar geleden speelde ik bij Jong PSV, dus ze kennen me best wel goed. Dus gewoon een goede gesprek wat de plannen zijn en
De club heeft veel ambities, dus ik heb veel zin in. Je zegt inderdaad al Jong PSV. Je hebt eerder in Nederland gespeeld, Willem II, ja. Jong PSV. Wat vind je van het voetbal hier? Ja, Nederlands voetbal is voor mij de leukste voetbal. Gewoon veel iedereen, veel voetbal. Dus ik heb in Nederland voor 4 jaar gespeeld en voor mij is dit wat ik ken de best. Dus daarom ben ik teruggekomen. Wat ben je voor speler? Ik ben een best wat technische speler. Ik kan wel doelpunten maken en ik ben een snelle speler die graag voetbal wil spelen. Wat zijn je doelen hier? Als veel doelpunten maken en veel wedstrijden spelen. En dan natuurlijk promoveren met de club. Want je zegt al, VVV is voor mij een eredivisieclub. Dat bedoel je qua hoe groot de club is? Of? Ja, klopt. Toen ik in Nederland was, was VVV altijd in de eredivisie. Dus voor mij is het een eredivisieclub. Als ik zei, de club heeft veel ambities en daarom wil ik hier komen. Wat vind je van het stadion, van de supporters? Ja, het is een mooi stadion. Heel anders, cool. Ik heb een paar filmpjes gezien met de supporters. Ik vind het echt knap wat ze doen. Veel supporters en dat helpt iedereen van de club. Het is een mooie club. Ik heb gewoon veel zin in om hier te spelen. We sluiten deze uitzending af met een kijkje achter de schermen bij het maken van de teamfoto en individuele pasfoto's. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sikon Logistics en B. Benders.